Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief vandaag en geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin natuurlijk. Er is een double top aan het vormen op de 4 grafiek. Is dit het einde van de dagelijkse uptrend? We gaan er naar kijken in ieder geval. Maar we beginnen eerst met wat nieuwtjes. Want het nieuws blijft positief. Zelfs met al het positieve nieuws lijkt Bitcoin de weerstand op 46 of 47 tot 49.000 niet te kunnen breken. Maar laten we eens even kijken naar de nieuwtjes. Amerikaanse autoverzekeraar koopt 1 miljoen aan Bitcoin. Het is niet een hele grote positie voor hen. Slechts 0,5% van hun kasreserves van het bedrijf. Want ze hebben schijnbaar meer dan 200 miljoen te besteden wat dat betreft. Dus het is een kleine positie, maar toch, het is een positie die ze innemen. En ergens in het artikel staat dat ze in ieder geval al 10% in de min staan. Maar goed, dit soort bedrijven die kopen dat natuurlijk voor de langere termijn. Dan Coinbase. Heeft een heleboel klanten. Ze hebben 10 bedrijven die in de top 100 staan van wereldwijd. Die assets in beheer hebben. En dat zijn hun klanten. En we hebben eigenlijk nog maar van een paar klanten van hen gehoord. Dat zij erbij zitten. Hè? Three Arrows. Andere twee hedgefondsen staan geen namen bij. Of volgens mij staan ze hier Wisdom Tree. Third Point Investors. En dit betekent dus dat er nog veel meer grotere partijen zijn die Bitcoin aan het kopen zijn via Coinbase. En die gaan dat op een gegeven moment ook aankondigen. Hè? Het zou super zijn als er een Apple is of een Amazon die dat op een gegeven moment gaat aankondigen. Maar goed, dat is nog afwachten. Maar ook hier weer veel groot geld dat naar Bitcoin stroomt. En eerdere analyse heb ik al laten zien dat ook op de blockchain te zien is dat er weer whales zijn die aan het bijkopen zijn. Goed, dan de daily. Nogmaals, de weerstand zit hier dus op die 47 tot 49.000. De rode weerstandsband, wat dus de neckline of neckline zone was van deze grotere head and shoulders. We hebben de downtrend verbroken, dus dat is positief. We zijn ook weer boven de 200 daily moving average gekomen, deze blauwe of gele lijn. Maar er zijn ook wel wat bearish punten te zien natuurlijk. Dus hier die bearish divergentie die ik eerder al noemde. We zitten tegen de weerstand aan. En wat we nu dus ook zien is eigenlijk is de candlestick van eergisteren lijkt op een hanging man candlestick. Het is een bearish candlestick. De candlestick van gisteren is afgesloten als een shooting star candlestick. Wat ook een bearish candlestick is. En vandaag zien we ook meer rood. Dus we lijken hier toch een beetje af te ronden. Op de lage timeframes zien we ook een double top. Dus dit zou kunnen betekenen dat we hier een pullback moeten gaan krijgen. Hè, waarbij de sterke support hier in deze zone zit tussen de 42.000 en $43.000. En het zou eigenlijk heel mooi zijn als we gewoon een mooie support resistance flip krijgen van die 42.300 ongeveer. De vorige high om vervolgens een high low te maken en dan door te gaan in deze zone. We zitten nog wel boven de 200 daily moving average en als we er vandaag boven kunnen sluiten zou het kunnen betekenen dat ook dit slechts de high low is en dat we dan doorgaan. Het is nog iets te vroeg om te zeggen, maar als we de 44.500 gaan we zo direct naar kijken support verliezen, dan is de kans groot dat we dus doorgaan richting de vorige supportzone. Tenminste vorige weerstandszone, wat dan een support kan worden. Zakken we verder door, dan zie ik de koers in ieder geval weer teruggaan richting de bovenkant van de zone van de $41.000, waar ook de Golden Pocket regio loopt. Maar goed, op een gegeven moment, op de wekelijkse, zijn we eigenlijk alleen maar omhoog aan het gaan. Er moet nog steeds dus die wekelijkse higher low worden gevormd. En daarvoor heb je een dagelijkse downtrend nodig. Dus daar ben ik wel naar op zoek. De vraag is, wanneer krijgen we die? Krijgen we die nu in deze weerstandszone? Of gaan we eerst nog een stukje door naar de bovenkant van die weerstandszone? Dat is even afwachten wat dat betreft. Dus hier is er nog steeds een gezonde uptrend. Wat het zou kunnen zijn is dus nog steeds het doorzetten van de uptrend in richting die 49.000. Of we gaan die een afwijzing krijgen en daar gaan we nu even op de lagere timeframes naar kijken. Dus wat we gisteren zagen, grotere falling wedge die is uitgebroken, heeft een technische target gehaald. Er was ook een kleinere falling wedge gezien door iemand in de premium Discord groep, heeft ook zijn technische target gehaald. Maar daarna was het vooral eigenlijk veel zwakte. En wat we dus ook zien is hier een potentiële double top die ik gisteren deelde in de premium Discord groep. Double top is een bearish patroon. De neckline die zit hier op de 44.600. En als die als support verliest en bearish afwijst, dan is de kans dus groot dat we doorgaan richting de technische target. Die ligt op de 42.500. En die support slash weerstandszone van de $42.000 tot $43.000. Maar daarvoor moeten we dus eerst die support verliezen
Als we hierboven blijven, dan kunnen we dus ook boven de 200 daily moving average blijven en een ommekeer krijgen. Maar daarvoor wil ik op zijn minst eigenlijk dus de laatste highs hier tussen de 46.800 en 47.000 wil ik zien worden gebroken voordat we kunnen spreken over de 49.000. Alles hieronder kan nog steeds door ertoe leiden dat we doorgaan terug naar beneden. Dus de belangrijkste support op dit moment is de 44.600 voor de bulls om te houden. Anders gaan de bears het overnemen. Dus even kijken, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Er was op de lage timeframes ook nog een double top te zien hier. Oh, sorry, een rising wedge. Oh. Ja, die is vanochtend ook nog uitgebroken. Die heb ik zelf niet gepakt, maar het is ter educatieve doeleinden natuurlijk. Mocht je ze willen herkennen, kleine rising wedge, maar hij heeft wel zijn technische target gehaald. Dus dat soort dingen kun je ook gebruiken voor een scalp trade. Nou, ik houd bij deze video heel kort, want er is gewoon verder niet zoveel spannends te vertellen. Straks nog een altcoin video op mijn kanaal, dus die kun je checken. En trouwens ook de coin van gisteren, hè, ik had het erover, die de potentie heeft voor een 30%. Dat is Dogecoin, die met de Bitcoin, die eigenlijk ook zwak is, lijkt Dogecoin daarin mee te gaan. Dus we hebben die weerstand wel gebroken, lijkt het nu nog support te houden. En als we hierboven kunnen sluiten, is afhankelijk van Bitcoin natuurlijk. Als Bitcoin verder gaat corrigeren, zal Dogecoin ook falen. Maar als we boven die support van de 27 cent kunnen sluiten, dan zouden dus nog een mooie 28% omhoog kunnen gaan. Maar goed, straks meer over de altcoins op mijn kanaal. Ik zou zeggen, happy trading en tot morgen weer.